ga zo in de les. Ik ga zo in de springles. Dit is mijn eerste springles. Heb je er zin in? Ja. Vind je het spannend? Ja. Wat denk je dat je gaat doen? Springen. Dat is een goeie. En ik ga met de GoPro beelden. Kunnen jullie zien hoe ik er overheen spring? Nou, je hebt voor de veiligheid uiteraard je cap op. Je hebt een bodyprotector aan, maar die heb je eigenlijk altijd wel aan. En Sterre die heeft vandaag een... Marten. In plaats van de Tieleman. En dat is om een beetje, een klein beetje meer controle te hebben. Nou, dan ga je erop. Lekker even instappen in de andere bak. Daar is wel een hele spannende bal. Is van de Veulens. Sterre denkt, nou mooi niet. Niks goed zo. Ga de andere kant op. Zo Tess, de hindernissen staan op de juiste hoogte. Kijk maar. Ja. Nee, echt niet. Ik ga daar niet overheen springen. Oh, dat kan je makkelijk Tess. Nee, echt niet. Ja, jawel joh. Nou, echt niet. Klein stukje. Nee. Tuurlijk. Geen probleem. Nou, ik kan dat niet. Ja, nou Sterre, zo moet het. Oh, dit is mooi. Dat gaan Sterre en ik mooi doen. Dat is leuk. Hij kan ook zo plannen. Ik zo beginnen, want ik nu eruit. Vijf. Wie ben jij? Ik ben Tessa. Ik ben Ernst. Of wist je dat al? Ja. En hoe wist je dat al? Toen ook oh, echt waar. En jij komt met je pony Sterre vandaag voor de eerste keer bij mij in de school. Ja. En heb je je moeder al een klein beetje gevolgd? Ja. Dus kun jij mij vertellen waar we allemaal op moeten letten? Of moet ik je dat gaan uitleggen? Ik moet wel letten. Oh. Nou, ik denk niet te hard, maar ook niet te zacht. Oké. Okay. Tempo. Dat heeft bij mij je tempo, dus dat is wel een goed punt. Oké, okay. Waar moet je nog meer op letten? Vertrouwen. Een heel belangrijk punt. Maar dat geldt ook als je normaal regelmatig traint of als je het bos in rijdt. Vertrouwen is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus ben je in combinatie met je pony, weet je een beetje meer van je pony, dan is het uiteindelijk wel een keer moment om te zeggen, nou ik wil gaan springen. En ja, het begint met vertrouwen. En dan is het uiteindelijk belangrijk dat je vanuit een mooie houding die in balans is, je pony kan rijden. Hoe meer balans je kan houden, hoe meer je ook voelt waar je controle kan houden, hoe meer controle, hoe meer je tempo kan bepalen. Dus dat zijn al een paar punten waar we aan gaan werken. Dan ga je mij dat eerst even laten zien in je draven. En dan gaan we rondje galopperen. En dan ga ik even kijken hoe jij in jouw houding in balans bent. En dan ga ik je een paar tips geven en dan gaan we de eerste keer naar de hindernis. Ja. Dus, kijkers van Hart van Paarden, dat wordt een spannend half uurtje. Maar ik heb er vertrouwen in. Jij ook? Ik. Oké, okay, goed zo. Raak maar aan. Tessa, kom je een klein beetje hier dichter bij mij en dan gaan we een grote volte maken. Maar dan rij je wel tussen de hindernissen door. Zodat jouw pony ook al een klein beetje aan zijn omgeving en aan de sprongen kan wennen. Goed? Dus dat is leuk als je springt of gaat springen. Kun je ze eigenlijk al in het losrijden en zeker in de training. Kun je ze al wat laten wennen aan de hindernissen. Nou is het belangrijk in jouw eigen houding dat je mooi dus in balans op je beugels bent. Lichte druk voelt op jouw beugel. Je onderbeen mooi stil en lang naar beneden. Ik denk zo te zien in dat draven doe je keurig. Maar dat we misschien voor het springen wel één gaatje korter gaan zitten. Zodat je, ja, want springen is natuurlijk weer iets anders als die dressuur. Hè? En dat weet je wel dat ik dat allebei doe, hè? Of heeft je moeder dat niet verteld? Ik denk dat ik springen. Oh, echt? Oké. Okay. Heb jij gezien wat voor laarsjes ik aan heb? Dat zijn toch echte lak dressuurlaarzen. Tessa, moet je daarom lachen? Weet je waarom ik die aan heb?
Dan hoef ik niet zoveel te poetsen, die glimmen altijd. Oké, jouw elleboog. Je weet wat het is, hè? Als ik iets zeg wat je niet snapt, dan mag je tegen mij zeggen... Ver, ik snap het even niet. Leg het opnieuw uit. Ik heb liever dat je dat aangeeft, oké? Elleboog, zacht gesloten aan jouw lichaam houden. En kijk naar mij, dan maak je een knik. Vanuit je elleboog naar je onderarm. En je onderarm naar jouw hand. En die hand is zacht gesloten aan jouw teugel. Denk dan maar een vuistje. Maar een zacht gesloten vuistje. Dus niet een sterke hand, maar je voelt dat je vingers aan die teugel zijn. Dan is jouw ringvinger. Weet je je ringvinger? Precies. Die is het dichtst aan jouw teugel. Dus die maakt het snelst contact met het trens die in de mond van jouw pony is. Dat is jouw bit. Het bit van jouw pony. Dus die ringvinger die in die zacht gesloten hand wat speelt, wat kneedt, die maakt eigenlijk zeg maar het contact naar de trens, naar het bit van jouw pony. En dat is jouw eerste contact. Oké? Dan is het belangrijk dat je dus in die knik onderarm elleboog mooi voelt dat jij je onderarm draagt en veert, zodat je jezelf niet strak en vastzet. Begrijp je dat? Want dan kan het betekenen dat wij eigenlijk zeg maar in de beweging rijden in plaats van in de beweging mee. Juist. Dus oké, ik heb altijd een handigheidje die ik gebruik in het uitleggen van die houding. En dat is zeg maar een riddeltje wat je moet onthouden, wat je voor jezelf in je hoofd houdt. En dat is dus hand zacht gesloten aan de teugel, kneed je ringvinger, blijf soepel in je pols, draag je onderarm en blijf verend vanuit die elleboog. Dus die elleboog kan iets naar de mond geven en die kan ook weer ietsjes vragen, ietsjes nemen. Goed? Want het is belangrijk dat we ten alle tijden in de beweging mee blijven rijden. Dus de pony niet in de weg zitten. Oké, dan gaan we een keer van de hand veranderen. Dus jij bent degene die uiteindelijk jouw pony aan het opwarmen is. Ik kan jou wel langs de kant aangeven wat je moet doen. Maar hoe beter jij je pony leert kennen, hoe beter jij ook zou moeten aanvoelen hoe jij je pony goed oplettend op je krijgt. En wat jij moet doen en hoe lang je ook moet rijden voordat je pony goed opgewarmd is om dus dat sprongetje te maken. Want die spiertjes moeten wel warm zijn. Oké? Ja. Goed zo. Dan ga je mijn overgang naar de galop links laten zien. Kom maar bij mij, dan ga ik het heel even hier uitleggen. Wat ik ermee bedoel. Want nou krijg je best wel een hoop informatie. Dus in die houding, hè? Elleboog, zacht gesloten aan je lichaam. Want dan voel je wel, hier heb je heel veel steun. Niet jezelf wel ontspannen, maar hier heb je steun. Jouw elleboog is dus in de lijn naar jouw lange been die licht blijft duwen op je beugel. Oftewel, hoe legt ze het uit in de benedenles? Hak laag. Ja, sorry. Je hoeft niet je hak helemaal uit te drukken, want dan zie je wel, dan krijg je ook een verplaatsing van je been. Dus lichte druk op je beugel houden en voelen dat die elleboog zacht gesloten in de lijn valt naar je onderarm. Oké. Onderarm draagt, elleboog veert. Iedereen de been. Dus voel je dat? Dan zie je al dat je pony daarop gaat reageren. Dat is nou precies de bedoeling. Alleen moeten wij aangeven op welke manier dat gebeurt. Ook hand zacht gesloten. Voel maar dat je dit pols soepel houdt. En je hand tussen je vingers aan de teugel. Dan zit jouw ringvinger. Ja. Die zit het dichtst bij jouw teugel. Die doe je wat kneden. Kijk, dan gaat je pony op het moment dat je kneedt, gaat hij wat op dat bit kabbelen en vragen. En hoe soepeler dat contact is, in de ronding van de nek en de kaaklijn en de hersen. Het is een heel verhaal. Gaan we naarmate je vaker een lesje pakt steeds meer op in. En je basiscontact, zacht gesloten hand, ringvinger kneed, soepele pols, dragende onderarm, die geeft het en die neemt het. Want als jij naar de hindernis toe rijdt en je moet hem een klein beetje tegenhouden, dan moet je dus in jouw hand kunnen opvangen. Dus jouw hand moet zacht, maar dan doe je eigenlijk even extra kneed. Dat is vrij simpel uitgelegd opvang.
Maar na dat opvangen moet je ook weer ietsjes kunnen geven. Want anders dan zou je geen tempo meer hebben. Begrijp je dat? Oké. Gaan we halveren en dan gaan we toch echt een sprongetje maken. Goed, Tessa. Belangrijk dat jij goed je lijnen bepaalt, hè, waar je naartoe rijdt. Want dan rijden we in een relatief grote bak. Maar jij moet wel dus mooi jouw pony kunnen sturen. Goed zo. Blijf mooi zitten. Oké. Okay. Elleboog, dus mooi stil, zacht gesloten aan je lichaam. Voel dat jij in jouw handen aan die teugels wat blijft kneden. Mooi lichte druk op je beugel houden. Tellen, 1, 2, 3. Wauw, dat is wel echt wel heel keurig hoor. Hey. Ja. Ik zit geen grapje te maken omdat het op de video komt. Hey. Goed blijven kijken naar de hindernis. En voel dat het sprongetje naar jou toe komt. Perfect. En weet je wat nou zo perfect is? Weet je dat? Dat is dat je een heel mooi gelijkmatig tempo houdt. Een van die punten waar we het in het begin kort over hebben gehad. Even stappen, kom je bij me, want dan moet ik nog een puntje uitleggen. En dat is dat als je pony over de hindernis gaat, moet je natuurlijk nog iets extra mee in de beweging zijn. Maar je moet wel goed proberen dat je in het contact blijft, zodat je ten alle tijde verbinding hebt vanuit je been naar je hand. Maar dan landt de pony. Dan is het ook belangrijk dat jij weer snel terug bent in het zadel. Met andere woorden, dat jouw bovenlichaam weer snel in het midden van jouw pony is. Want daarna komt natuurlijk straks je volgende sprong. Dus hoe sneller jij leert om mee te zijn en weer mooi terug in balans te komen, hoe makkelijker en hoe meer tijd je hebt om naar je volgende hindernis door te rijden. Oké, ik vond die eerste sprongen wel heel erg goed hoor. Ik ben wel een beetje onder de indruk van jou. Oké, luister. Het volgende. Dit is wat je gaat proberen. En ik weet zeker dat je dat kan. Jij gaat naar hindernis 1. Ja. Ja? Dan ga jij doorgalopperen. Dus je moet zorgen dat je snel terug in je balans komt. Terug in het zadel. Dan galopeer je door naar hindernis 2. Ja. Genoeg. Ik vind 3 een beetje eng. Oh, dus alle 2 een beetje hoog. Ik denk zeker dat je kan. Maar dan zou ik nog 1 of niet op 1. Ja. En dan ga ik je even. Want je hebt een heel mooi tempo en jouw pony kan heel goed springen, dus die neemt jou mee. Ja. Teugels niet te lang. Blijf naar boven kijken, boven je pony uit. En voel dat jij in jouw hand blijft kneden. Want dan heb je een beetje meer controle. Goed? Ja. Komt zo helemaal deed goed. Het zo. Juist. Oké. Okay. Nou, laat zien. Lukt me niet. Zo snel. Ik ben ook gelijk op de andere hand. En als je dus zo de eerste keer hebt gereden, dan heb jij de, weet je dan wat je hebt? Controle. Controle. Ja, maar dan heb je bij mij, als je zo hebt gereden, krijg jij de X-factor. Is dat? Ja, dat is, dan heb je het. Dan ben je het gewoon even op dat moment.
Okay. Dus, Tessa, jij bent de ster van de donderdagmiddag. En dat is echt een eer, hoor. Dus goed je video kijken, goed oefenen. En dan zie ik je de volgende keer. De springles is voorbij. Ik vond het hartstikke leuk. En, ja, wat? Huh? Weet ik niet. Ga je het nog een keer doen? Ja, sowieso. Ja? Oké, okay. Nou sluit maar af. Nou. Nee, dat doe ik maar even niet. Nee, is er niet. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Steek!